Yo mensen, oh fuck, oké. Okay. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video op First Look. En deze meneer, deze beste meneer, is er ook weer bij. Wie ben je? Stel je eigenlijk eens even voor. Mijn naam is Dio, ik ben 16 jaar oud. Vorig jaar had ik een bril en een pet, maar nu niet meer. Ben je ook nog op zoek naar iets? Vrouwen. Bel hem. Zijn nummer staat in de beschrijving. Dikke pillen. Dat is het. Pillen? Nee, dat doen we niet aardig. Deze volledige video is te zien op kevineethamburgers.nl. Als mensen jou tegenkomen op straat en ze vragen aan jou, Dio, wat is nou jouw, wat zijn nou jouw beste eigenschappen? Ja, die heb ik eigenlijk niet echt. Oké. Nou, dan gaan we gewoon beginnen met deze video, want dat is wel belangrijk. Ja, zeker weten. 3, 2, 1. Doei! Daar vliegt een vogel. Daar gaan we weer vandaag. Leuke dingen doen en zo. Dat is een wc, toch? Nee. Hey Jos. Zeg eens cheese. Cheese. Hij eet een cheeseburger. Ah, ja, Jos. Hey man. Je bent gewaarschuwd. Oké, ik ga je wel snel weg. Doei! Verder nog wat te melden? Ik hou van poffertjes. Dames en heren, Kevin is bezig aan een enorm dikke sessie Rocket League. Dit is de eerste keer dat hij speelt. En hij gaat nu op de bal inrijden, maar eigenlijk hij moet er nog wel aan wennen, zoals je kan zien. Zullen we hem gaan lastigvallen met vragen? Kevin, hoe gaat het? Kut. Ben je een beetje goed? Nee, niet echt. Snap je het al? Een klein beetje. Jij hebt wel een coole auto. Nee, dat is niet waar. Heb je die zelf uitgekozen? Nee. Kan je ook nog iets anders zeggen dan alleen maar kort antwoorden? Nee. Oké, doei. Er zijn natuurlijk vele games op First Look, maar één ervan staat er altijd weer uit, ieder jaar. En dat is Minecraft. Dus wij gaan vragen aan mensen wat hun van de Minecraft stand vinden op First Look. En wij gaan even op zoek naar die Minecraft stand. Want dat is leuk, want dan moet je gewoon gedaan hebben als je hier bent. Kom maar mee! Ik zei die kant op, maar ik ga die kant op. Ja meneer, we staan hier op First Look. Wat vind je ervan dat Minecraft er dit jaar niet is? Ja, hoe zou jij je voelen als je favoriete game er niet is? Kom op joh. Ja, voel je je echt zo benadeeld? Dit is echt gewoon het meeste benadeeld wat ik ooit heb gehad, zeg maar. Een keer moest ik naar de wc, moest ik keihard schijten, moest ik geld betalen. Dat vond ik erg, maar dit is echt gewoon een trapje ook hoor, fuck dit. Hoeveel Minecraft speelt u dan eigenlijk per week? Nou, tussen het eten en slapen door. Oh nee, wacht. Ik eet terwijl ik Minecraft speel. En ik zit op de wc terwijl ik Minecraft speel. Dat is eigenlijk best wel 20 uur per dag. Dat is redelijk veel zeg maar, maar slaapt u dan maar 4 uur op een dag? Ja, maar dat boeit toch helemaal niet? Ik slaap toch in Minecraft? Oh ja, maar daar sla je wel heel nacht over. Ja, dat kan in het echt niet. Dus daarom doe ik het maar in Minecraft. Vind je dat, dat het volgend jaar wel weer terug moet komen hier op First Look? Ja, anders ga ik meteen naar huis. Oké, bedankt voor je reactie. Ja, fuck jou. Nou, beste rende meneer die we heel toevallig tegenkwamen voor een interview. Wat is uw favoriete game? Minecraft. Ik heb al uren gezocht, maar ik kon hem gewoon niet vinden. Ik ben helemaal speciaal hier naartoe gekomen voor Minecraft. Ik heb thuis afgesloten, maar ik kan niet verder spelen. Dus ja. Dat is wel jammer. Wat vind je daar nou van dat Minecraft hier niet is? Ja, ik vind het echt heel kut. Nu heb ik mijn 48 uur weekend Minecraft moeten staken, want hier staat geen Minecraft. Dus ja, ik wou heel graag op zoek naar wat paarden en schapen, maar dat kan niet. Heeft u dan ook last van afkikverschijnselen als u zo lang geen Minecraft speelt? Kijk maar. Oh mijn god, deze man trilt. Dat betekent maar één ding. Ik ben verslaafd. Ja, dat ook. Ik heb het gevoel dat er eigenlijk wel iets mis op deze gamebeurs. En meneer, wat vindt u ervan? Ja, het gevoel van jou dat klopt zeker. Want ik sta hier eigenlijk voornamelijk om Minecraft te bezoeken. En ik heb echt 43 rondjes over deze beurs gelopen. Ik heb ze allemaal geteld. En ja, het is er gewoon niet. Dus dat is wat er mis is met deze beurs. Welk spel heb je op First Look het meest gemist? Ik heb wel Minecraft gemist. En om welke redenen precies? Nou, kijk, eigenlijk mijn hele leven draait om Minecraft. Ik sla
Ik slaap in Minecraft, ik eet in Minecraft, ik ga naar de wc in Minecraft en ik rijd paarden in Minecraft. Trek je ook af in Minecraft? Nee, maar die update die komt als het goed is morgen uit. Dus dan kan het wel. Oké, ja, we wachten nog met smart op de update voor de FAP-spektakel. Maar hij komt eraan, of niet? Ja, zeker. Hij komt eraan. En dan kan je heel mooi gaan FAP'en op van die vierkante blokjes. En dan kan je ook gelijk je muren verven daarna. Zo, dat is natuurlijk perfect. Godverdomme. Heb jij al een Minecraft-stand gezien hier? Een Minecraft wat? Mannen, ik heb hier geen Minecraft gezien vandaag. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Hoor je me echt helemaal van niks. Niet echt waar je voor speciaal hiervoor naar First Look komt. Nee. Waarvoor kom je dan? Vooral je moeder en zo. Maar dat valt ook vies tegen eigenlijk. Maar verder vind ik het wel een stuk breder en dergelijke. Ja, dames en heren, we hebben het dan uiteindelijk toch nog gevonden. Een klein beetje Minecraft hier op First Look. Kijk, de dozen, het zijn allemaal blokken. Die kun je ook stapelen. Nou, dan gaan we dat gewoon eventjes doen zo. Even mooi zo. Ik heb iets gebouwd. Heeft er iemand een pickaxe voor me? Ja, mensen. Het zit er weer op. Het zit er helemaal weer op, dames en heren. Helaas, maar ja, aan alles komt een eind. Dat klopt, aan alles komt een eind. Ja, twee dagen lang. Eigenlijk drie dagen, maar we zijn er maar twee dagen geweest. Hebben wij hier een beetje rondgewaggeld en een beetje rare dingen gedaan. Wat vond jij nou het mooiste? Je moeder? Wat vond jij nou het mooiste? Wat vond jij het mooiste? Nou, ik vond Guitar Hero ook wat leuks om te spelen. Het is een beetje bijgewerkt met de andere controller en zo. En daarna vond ik zeker de kontjes hier het mooiste. Een hoop verschillende kontjes, mooie kontjes, ronde kontjes, uienkontjes waarvan je een beetje moet huilen, zo mooi. En ja, mijn dieptepunt, wederom geen Minecraft. Vorig jaar wel, hè? En nou niet? Ja. Ik bedoel, Minecraft was vorig jaar gewoon te shit. Dat was het beste wat er was. En hoe kan je dan in je hoofd aan om het nou niet te hebben? Ja, je moet ook de nieuwste games hebben, de meest actuele games. Ja. Nou ja, en dan zet ze Black Ops neer. Ja, bedoel, wie speelt dan nou? Wie speelt dan nou? Ja joh, geen idee. Geen idee. Ongefuckinglopelijk. Ja. Maar volgend jaar komen we gewoon weer. Ja, dat hopen dat we Minecraft hebben, hè? Ja. Dan word ik boos. Ik ook. Maar voor nu, Platin!